Ik ben Moraima, ik ben 60 jaar en ik kom uit Enschede. Over een jaar ben ik een slanke den. Mensen vinden me leuk omdat ik gewoon grappig ben. En leuk en good vibe. Ik ben boos van mensen die negatief zijn. Ik hou niet van arrogantie. Als ik denk dat ik gelijk heb, dan ga ik echt als een talis doorheen. Die mensen kunnen mij irriteren, want ik hoest heel veel. En vooral 's nachts. In het huis zorg ik voor positiviteit, party, gezelligheid. Ik doe mee met deze programma, want ik wil mezelf leren hoe het gaat zonder de alle moderne technologie van tegenwoordig. Vandaar. Als ik 1 miljoen vind, dan ga ik mezelf eerst verwennen. Met alles erop en eraan. En daarna de rest aan de familie. Goed om te weten, ik heb 1 gezicht, maar verschillende pruiken. Ik neem allemaal mee. Ik kijk meestal uit naar winnen van die 1 miljoen. Hoe lekker dat kan dat zijn? Hai, hou op met mij. Mijn naam is Johan, ik ben 32 jaar en ik kom uit Nijmegen. Ik ga aan dit programma meedoen omdat ik met het idee dat ik de bak in ga. En dan kan het alleen maar meevallen. Je haat me of je houdt van me. En er zit niks tussenin. Ik ben een echte leider en dan ga ik 100% ga ik dat laten zien. Het maakt me niet uit welk spel ik speel. Alle spellen speel ik om te winnen. Ik ben een echte alleskunner. Ik kan alles. Verliezen is geen optie, gas is alles en rem is angst. Ik ben een winnaar omdat ik een strijder ben en een doorzetter. Ik ben snel geïrriteerd en zeer ongeduldig. Ja, als je mij over de zeik helpt, dan zal ik ervoor zorgen dat je zelf ook over de zeik bent. De stress staat niet in mijn woordenboek, maar ik maak je af. Ik ga mijn neefje Liam, die ga ik missen. Ik ga zijn eerste stapjes missen. En dat vind ik wel jammer. Ik doe mee omdat ik wil werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling. En natuurlijk omdat ik wil winnen. Ik denk oprecht dat het echt een hel gaat worden. Er wordt natuurlijk een afspiegeling gemaakt van de complete maatschappij en allemaal haantjes. Dus ik verwacht dat het een strijd gaat worden. Als ik 1 miljoen win, dan ga ik lol maken. En ik steun mijn zus om een huis te kopen. Ik ben Leila, ik ben 33 en ik kom uit Eindhoven. Ik kom naar uit om eigenlijk mensen te gaan bang maken. Om hun te intimideren en terror. In te gooien. Bij mij moeten mensen niet komen klagen of huilen. Dan mogen ze bij moeder en vader doen. Of naar huis gaan. Ik erger me aan mensen die geen mening hebben. Ik word niet snel boos, maar als ik boos word, dan zullen mij niet herkennen, want ik heb een kort lontje. Deze gaan me leuk vinden om mijn persoonlijkheid, want ik ben een soort van femme fatale met een pitje drama. Ik hou niet van drama, maar drama volgt mij. Ik ben loyaal, omdat ik heb best wel veel meegemaakt. Ik ben daardoor ook direct. Ik ben heel dominant. Ik doe mee aan deze programma omdat ik vind, ja, het is nu of nooit voor mij. Ik vind natuurlijk geldprijs ook wel leuk. Van dat 1 miljoen maak ik 2 miljoen. Get rich or die trying. Mijn einddoel is gewoon om rijk te worden. Ik wil dat 1 miljoen. Veel meer dan andere mensen. Ik ben Jeffrey, ik ben 30 jaar en ik kom uit Hoofddorp. Ik doe mee aan dit programma omdat ik wil winnen. Opgeven is geen optie. Ik ga door tot het bittere eind. Ik ben een winnaar omdat ik alles kan. Er is niets wat ik niet kan. Ik kijk het meeste uit naar de spellen. Om ze te winnen. Mensen gaan mij leuk vinden omdat ik heel zorgzaam ben en ik hang altijd de slingers op. Mijn valkuilen kunnen zijn dat ik niet nadenk voordat ik wat zeg. Het komende jaar wil ik ook proberen een persoonlijke ontwikkeling door te maken door niet altijd maar de touwtjes in de handen te hebben. Met 1 miljoen ga ik mijn droomhuis bouwen. Ik ga het meest tegenop zien dat ik mijn vrijheid ga missen. Wat ik het meest ga missen is de muziek. Altijd maar muziek, muziek, muziek. Hoe wij de verveling tegengaan is van niets weer iets te maken en heel veel improviseren. Over een jaar, dan weet ik zeker dat we een ongelooflijk leuk jaar hebben gehad waarin elke dag de slingers werden opgehangen en uiteindelijk ik als grote winnaar eruit ben gekomen. Ik ben Gert-Jan, ik ben 39 jaar en ik kom uit Emmen. Nou, ik kan totaal niet koken. Ja, het enige wat ik wel kan koken is een eitje, maar dan wel met frikandel. Ik ben lief, zorgzaam, positief, enthousiast. Ik ben een echte leider. Op belangrijke momenten moet iemand de rug rechten en dan ben ik echt iemand die als leider op wil staan. Ik laat zeker niet over mij heen lopen. Ja, en ik ben ook best wel koppig. Mensen kunnen 10 keer tegen mij zeggen dat ik linksaf moet, maar toch besluit ik zelf om rechtsaf te gaan. Ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Als ik bijvoorbeeld tegen mijn neefjes voetbal, mogen ze wel een doelpunt maken, maar ik win. Ik ben niet iemand die snel boos wordt. Je kunt bij mij heel ver gaan, totdat je de lijnen bereikt. En daar kan ik ook echt boos worden. Heel boos. Ik erger mij aan mensen die niet zichzelf zijn. Ik blijf altijd mezelf. Ik ben single, maar doe niet mee om daar de liefde te vinden. Mocht de vrouw van mijn droom in het huis zitten, sta ik daar zeker voor open. Ik doe mee aan dit programma omdat ik het een enorme uitdaging voor mezelf vind om hoe hou ik mij staande tussen 40 andere mensen. Ik wil sowieso 13 kilo afvallen het komende jaar. Als ik 1 miljoen win, dan ga ik een zorgboerderij beginnen. Ik ben een echte winnaar en ik ga dit programma winnen. Ik ben Babette, ik ben 39 en ik kom uit Maastricht. Ik doe mee in dit programma
omdat ik de nieuwe Dr. Rossi van Nederland wil worden. Mijn bijnaam is Mona. Dat komt van de story van vroeger, lieve Mona. Dus als mijn vrienden een probleem hebben, maakt niet uit wat er is, maar dan bel ze mij. Ik kan niet alles oplossen en ik heb niet overal antwoord op, maar ik kan wel heel goed luisteren. Ik ben echt een mensenmens. Ik ben super energiek. Ik sta eigenlijk altijd aan. Ik ben adpositief. Ik hou van het brein en ik hou er ook van als mensen goed voelen. Dus je zou kunnen zeggen dat ik empathisch ben. Hoe ik daar zo naar uitgekomen is dat ik lijm ben in de groep. En mensen vertrouwen mij heel snel. Daardoor komen alle talenten van mensen naar boven en die verbind ik aan elkaar. Ik ga winnen omdat ik hou van positief en ik ben altijd positief en ik geloof in liefde en niet in haat. En ik wil heel graag laten zien dat je zo ook kan winnen, zonder dat je over lijken moet gaan om geld te winnen. Ik ga het programma winnen. Ik ben Tommy Lee, ben 27 en ik kom uit Amsterdam. Ik kan best wel druk zijn en aanwezig. Ik probeer wel altijd grenzen op te zoeken. Ik ben een hele nieuwsgierige jongen. Jullie gaan mij leuk vinden omdat ik gewoon ten alle tijde lekker mezelf ben. Ik ben gewoon een heel leuk persoon. Ik sta zeker open voor een nieuwe relatie. Ik zie het meest op tegen dat ik niet weet wat er in de buitenwereld gebeurt. Wat ik absoluut niet wil worden is een internetgekkie. Mijn doel is om er niet als eerste uit te gaan en ook niet in de laatste 2 maanden. Mijn tactiek in het programma is om eerst een beetje de kat uit de boom te kijken en toch een beetje het lievelingetje van de groep te worden. Ik word het lievelingetje omdat ik met heel veel verschillende mensen kan omgaan. Ik kan me ook best wel goed aanpassen aan verschillende groepen. Een jaar zonder telefoon, ik denk dat ik dat best lastig ga vinden. Maar ik heb eigenlijk best wel veel zin in om even zonder Instagram, WhatsApp en al die dingen te zitten. Ik doe mee aan dit programma omdat ik in het dagelijks leven niet helemaal wist welke kant ik op wou. Als ik 1 miljoen win, dan wil ik sowieso gaan investeren. Ik wil mijn moeder financieel onafhankelijk maken en het lijkt me ook heel tof om door Amerika te reizen. Ik ben Zoe, ik ben 21 jaar en ik kom uit Amsterdam. In de groep ben ik sowieso het eigenwijs clowntje. Moet ik luisteren naar iemand? Doe ik het wel, maar liever eigenlijk niet. Ik ben een echte sfeermaker. Ik wil graag dat iedereen lacht en ik vind mezelf ook heel grappig. Mijn valkuil is dat ik me te snel met dingen wil bemoeien. En dat kan soms heel bij de hand overkomen of brutaal, maar ik bemoei me graag met dingen. Of ik opensta voor de liefde? Jazeker. Ik zie het meest er tegenop dat ik mijn familie hier moet gaan achterlaten. En het feit dat hun misschien dingen van mij gaan zien die iets minder leuk zijn. Dat ik intiem met iemand ben op tv of seks heb. Of respectloos gedrag vertoon. Ik doe mee met een jaar van je leven. Omdat ik zin heb in een nieuw avontuur, nieuwe mensen leren kennen en mensen mij vaak onderschatten hoe sterk ik wel eigenlijk niet ben. Ik ga dit programma winnen omdat ik super sociaal ben en me heel makkelijk kan mengen in groepen. En ik heb ook zeker mijn woordje klaar, dus ik ben niet bang om voor mezelf op te komen en gewoon te zeggen waar het op staat. Ik ben Kim, ik ben 25 en ik kom uit Lelystad. Ik sta zeker open voor liefde. Als ik iemand ontmoet met wie ik echt een klik heb waarmee ik wel echt denk, dit is, kijk ja, voor hoever serieus. Ja, je moet ook maar iemand zien te vertrouwen natuurlijk. Dan sta ik zeker op om intiem te zijn. Ja, tuurlijk. Een jaar en niks doen, dan wordt dat ook wel een beetje lastig. Ik ben 9 van 10 keer vrolijk, maar als ik boos ben, ben ik ook echt heel boos. Als ik boos ben, nou, ik word woest. Mijn blik gaat op onweer. Ik kan je echt bijna doden met mijn blik. Ik kan een bitch zijn. Ik doe mee aan het programma omdat ik graag onder de vleugels van mijn moeder vandaan wil komen. En knippen. En ik wil ook gaan knippen. Dat is natuurlijk ook lekker tactisch, want dan hoop ik heel lang in het programma te mogen blijven zitten. Want wie wil nou niet met een mooie koep zitten. Ik ga dit programma winnen, omdat ik gewoon met mijn energie sowieso een jaar makkelijk vol kan maken. Ik denk dat als iedereen, of als ik wakker word, iedereen wel denkt, ja, oké, Kim is wel weer wakker. Ik moet wel wat doen. Dus ik denk dat ik op een gegeven moment mensen aan het werk ga zetten of leuke dingen ga bedenken om maar gewoon wat te gaan doen. En anders ga ik gewoon blijven knippen tot iedereen geen haar meer heeft. Is het ook goed. Ik ben Isaac, 39 jaar en ik kom uit Den Helder. Ik doe mee met dit programma omdat ik uiteindelijk een sixpack wil krijgen, een beachboy, een klein beetje telefoonverslaafd en uiteindelijk een lunchroom wil gaan beginnen. 12 uur per dag kom ik wel aan op mijn telefoon. Jullie gaan me leuk vinden omdat ik altijd lach, altijd positief in het leven sta. Ik verwacht van het programma gecontroleerde chaos. Ik heb een winnaarsmentaliteit. Opgeven is bij mij geen optie. Mijn rol in een groep, een leidinggevende persoon. En als het aan de boom geschud moet worden, schud ik ook graag aan de boom. Mijn valkuil in het huis zal zijn geduld. Ik ga met 1 miljoen als eerste een auto voor mijn moeder kopen. En daarna zou ik het investeren in een lunchroom. Ik zou de groep entertainen door middel van mijn positiviteit, mijn gedrevenheid, mijn enthousiasme. Mee te geven in de groep. Ik heb er super veel zin in. Ik ben Manuela en ik ben 45 jaar en ik kom uit Rotterdam.
Ik ben een echte leider en ik wil dat iedereen naar mij luistert. Mensen vinden mij best wel een pittige tante, omdat ik ook echt alles zeg in je gezicht. Oh, ik erg me heel erg aan mensen die liggen te snurken. Nou, daar kan ik je hersens wel bij inslaan. Ik hoop dat ik bij iemand kom te liggen die niet snurkt. Ik vind Nederlandstalige muziek vind ik onwijs leuk en gezellig. Vooral André Hazes, die staat bij mij op nummer 1. En dan bijvoorbeeld het nummer van... Zij gelooft in mij, zij ziet toekomst in ons allebei. Ik hoop dat daar gewoon gezelligheid is in de loods. Wat me heel erg leuk lijkt, is om een bingo te organiseren in de loods. Omdat ik ook iedere zondag zelf naar de bingo ga. Ik voel me onzeker, omdat de mensen in de buitenwereld best wel negatief over mij praten. Van, je kan niks. En dan wil ik toch laten bewijzen dat het wel zo is. Mijn naam is Rupert, ik ben 38 en ik kom uit Neer-Itter. Ik ben een echte diva. Ik sta zeker open om de ware liefde te vinden. Wat ik ga missen sowieso is seks. Ik zou geen seks hebben voor de camera's. Weet je dit? Misschien. Mensen mij zullen zien als het zonnetje in huis. Ik ben best wel perfectionistisch ingesteld. Ik denk ook zelf dat ik altijd alles beter kan doen. Ik erger maar mensen die bedweterig zijn zonder iets te weten. Als mensen negatief zijn, dan ga ik ze negeren. Ik ben best wel spiritueel ingesteld, omdat andere mensen ook spiritueel zijn. En dat daar een soort van klikje kan vormen. Ik hoop het komende jaar aan mijn fitness te werken. Sowieso wil ik eigenlijk de samba leren dansen om eigenlijk op een praalwagen in Rio de Janeiro carnaval te vieren. Als ik ga winnen, ga ik sowieso heel veel feesten en een parfumlijn opzetten. Nou, ik weet zeker dat ik het programma ga winnen, omdat ik sowieso altijd heel strategisch ben ingesteld om goed een spelletje te spelen. En ik denk dat ik heel sociaal kan zijn met iedereen, dus ik hoop dat iedereen ziet dat ik de winnaar ben. Ik ben Nadir, ik ben 27 jaar oud en ik woon in Lelystad. Ik heb een ongekende drive voor me om te winnen en door te zetten. Ja, ik kijk het meeste denk ik uit naar de groep. Verder lijkt het me echt tof om de spellen gewoon te ervaren. Met spellen dan verander ik. Dan gaat er een knop in mij om en dan ben ik gefocust en dan vergeet ik alles omheen en dan is het eyes on the prize. Ik kan slecht tegen mijn verlies. Ja, als ik verlies dan ben ik gewoon net een klein kind. Dan kan ik me echt de hele dag rot doorvoelen. Ja, verliezen is voor mij gewoon geen optie. Ik denk dat mensen mij leuk gaan vinden omdat ik mezelf ben. Ik doe me niet anders voor dat ik ben. Ik heb echt een hekel aan mensen die zich anders voordoen dat ze werkelijk zijn om op die manier leuk gevonden te worden. Daar kan ik heel slecht tegen. Mijn valkuilen zijn dat ik heel slecht kan tegen onrecht. Verder vind ik het soms moeilijk om me aan te passen aan andere gedachtegangen van mensen. Ik doe mee aan een jaar van je leven, omdat ik heel graag 1 miljoen euro wil winnen. En dan wil ik op wereldreis met mijn ouders. Mijn ouders, dat zijn de mensen in mijn optiek die dat verdienen. We hebben samen best wel veel meegemaakt. En daarom vind ik dat dit het minste is wat ik voor hen kan terugdoen. Ik ben Gary, ik ben 30 jaar en ik kom uit Almelo. Ik heb inlevingsvermogen, ik ben lief en ik ben sociaal. Ik ben echt een nachtmens en ik leef vaak 's nachts. Ik ben al 4 jaar vegetarisch en hou van sporten. Nou, het meeste waar ik naar uitkijk zijn de 39 anderen. Ik hoop op sportief en gemotiveerde mensen. Er is iemand die wil afvallen. Dat pak ik met beide handen aan. We gaan zeker samen rammen. Nee, ik sta niet open voor een relatie. Mijn rol in de groep is zorgzaam. Een stabiele factor die voor anderen opkomt. Ik haat pesten. Ik irriteer me aan mensen die gemeen zijn, vals spelen. Maar ik kan zeker niet tegen mijn verlies. Ja, als ik een spel verlies, dan kan ik er sterk van balen. Ik heb straks een jaar geen telefoon. Het boeit me ook niet. Ik ga het echt heerlijk vinden, een jaar lang niks weten over de buitenwereld. Als ik een miljoen win, dan ga ik iets doen aan de woningnood. Let jij maar op, ik ga dit programma winnen. Hoi, ik ben Quincy, ik ben 23 jaar en ik kom uit Rotterdam. Ik doe mee met het jaar van mijn leven omdat ik eigenlijk mijn TikTok-account nog groter wil maken. En afkicken van mijn telefoon, dat wordt ook nog wel een ding. Ik denk dat ik afkikverschijnselen ga krijgen. Ik ben niet vies van een spuitje botox of een filletje. En dat kan dadelijk niet, dus ik denk dat heel veel mensen gaan schrikken hoe ik er eigenlijk echt uit ga zien. Of ik lang voor de spiegel sta, nou ja, ik hoop dat je genoeg stroom hebt en heel veel spiegels. Als ik één ding zou mee mogen nemen in de loods is de zonnebank. Ik erger me aan mensen die snurken, die liegen, die smakken, die heel de tijd een soort vaste tik hebben. Dus aan je haar zitten, die niet luisteren. Heb je even? Nee, ik heb niet snel ruzie. Nee, als ik ruzie heb, word ik heel Rotterdams. Dus mocht je in één keer denken, wat zegt hij? En er komt ondertiteling in beeld, dan weet je hoe laat het is. Met 1 miljoen euro ga ik onder andere 2 turquoise auto's kopen. Eentje voor mij en eentje voor mijn moeder. Daarnaast ga ik ook heel veel geld investeren in mijn TikTok-account. Waarom ik ga winnen? Omdat ik kan laten zien dat online social media influencers meer kunnen dan alleen filmpjes kunnen maken. En gewoon ook kunnen laten zien dat ze meer zijn dan dat. Dus daarom ga ik winnen. Ik heb er ontzettend veel zin in en ik ga dat miljoen echt mee naar huis nemen. Ik ben Jan Willem, ik ben 63 jaar en ik kom uit Almelo. Ik denk dat ik het heel heftig ga vinden en dat ik mezelf zeker een paar keer tegen zal komen in dit programma. Omdat ik denk dat je helemaal geen prikkels krijgt van buitenaf. Ik zie het meest tegenop tegen de verveling die misschien toeslaat. Ik ben wel een nieuwsjunkie, dus dat wordt wel een ding voor mij. Ik denk dat mij een winnaar maakt omdat ik een doorzettingsvermogen heb. Normaal ben ik wel een leider. Ik ben ook wel iemand die graag wil verbinden. Niet iemand die achter andere mensen aanloopt.
op, zeg maar, en maar klakkeloos alles aanneemt. Ik kijk het meest naar uit naar welke mensen er meedoen aan het programma en om daar leuke contacten mee te leggen. Collega-spelers die je proberen te tackelen, dat ik daar ontzettend voor op moet passen. Heel vaak op mijn tong bijten misschien eventueel. Ik heb altijd al aan een reality-programma mee willen doen, puur eigenlijk om te kijken van wat doet het met mij en hoe ver ik in het programma kan komen voor mezelf, geestelijk en lichamelijk. Als ik 1 miljoen euro ga winnen, dan ga ik denk ik mijn huis aflossen en de rest aan leuke dingen doen, dus vakanties. Daar ben ik gek op. Hi, ik ben Sascha, ik ben 29 en ik kom uit Apeldoorn. You love me or you hate me. Ik kom hier niet om de liefde te vinden, maar ik kom hier om geld te verdienen. Als ik daar verliefd word, dan knikker ik hem echt als eerste eruit. Mensen gaan me leuk vinden omdat ik eigenwijs ben, maar wel lief. Mijn valkuilen zijn dat ik graag alles wil controleren en onder controle wil houden. Ik ben een controlfreak. Het afgelopen jaar heb ik longcovid gehad en door middel van dit programma wil ik er weer helemaal bovenop komen en alles uit mezelf halen. Mensen kunnen bij mij terecht omdat ik ze emotionele steun kan bieden. Ik vind luidruchtige mensen echt fucking irritant. Wat ik het meest ga missen is mijn neefje van 2. Ik kijk het meest naar uit het komende jaar om alle energie op mezelf te richten. Als ik 1 voorwerp mee mag nemen het huis in, dan zou dat een pakje kaart zijn. Ik ga met 1 miljoen hopelijk de boerderij terugkopen van mijn opa en oma en die omtoveren tot het paleis waarover ik altijd gedroomd heb. Ik hoop zo dat als ik de loods uit ben en moet, dat ik dan de split kan. Ik ben Gerald, kom uit Alkmaar, 29 jaar oud. Ik ben sociaal, ik ben energiek. Ik hou van goede gesprekken met mensen. Ja, ik ben een echte sfeermaker. Mocht ik mijn droomvrouw tegenkomen, ik sta ervoor open, ik ben vrijgezel, dus kan er misschien wel wat gebeuren. You never know. Ik hou van flirten, dus ik zou er misschien ook gebruik van maken in het spel. Om misschien toch hier en daar wat harten te veroveren. Om ze met me mee te nemen naar de overwinning. Wat ik het meest ga missen, waar moet ik beginnen? Sportschool, kapper, series. Ja, ik moet om de 2 weken ga ik het liefst naar de kapper. Ik doe mee aan een jaar van je leven, omdat ik het zat was. Een 9-tot-5 baan te volgen. Ik wou een nieuwe uitdaging aan. En dit leek mij het perfecte concept om aan mee te doen. Een 9-tot-5 baan, helemaal niks voor mij. Als ik zo meteen 1 miljoen euro zou winnen, zou ik mijn moeder helpen. Op financieel gebied. En ik zou een eigen horecaonderneming willen starten. Mijn moeder is super belangrijk voor mij. Mama, als je dit ziet, is dan natuurlijk hou van nu. En wens me een goed luck. Hallo, ik ben Jeanette en ik ben 67 jaar en ik woon in Heerengewaard. Mijn reden dat ik mee wil doen aan dit programma is dat ik 1 miljoen wil winnen. Ik kan heel goed omgaan met basisbehoeftes, een flink doorzettingsvermogen heb, incasseringsvermogen, creativiteit en goed kan omgaan met mensen. Ik kan zowel van de jongeren leren als zij van mij kunnen leren. Mijn grootste valkuil zal zijn verveling. Ik zie dit jaar, een jaar van je leven, als veel discussies, compromissen sluiten. Ik kijk het meeste uit naar de groep en ik hoop dat er echt ook veel mensen tussen zitten waar we veel mee kunnen lachen. Eigenschappen die van een ander op mijn zenuwen werken zijn jaloezie, pessimisme. Wat ik met een 1 miljoen ga doen is, ik ben erg geïnteresseerd in tiny houses, dus ik wil een stuk grond kopen. Het meeste wat ik ga missen is de vrijheid natuurlijk en nu ga ik me laten opsluiten en dan moet je eigenlijk wel knettergek zijn. Hoi, ik ben Esther, ik ben 55 en ik kom uit Drunen. Wat mij winnaar maakt is, ik heb een hele lange adem, ik ben een doorzetter. Ik geef het niet zomaar op. Ik ben gewoon goed in alle spelletjes. Ik zoek altijd de kortste weg om te winnen. Mensen vinden mij leuk door mijn spontaniteit. Mijn leven nu is gewoon, valt er niks om te ontwikkelen en dat heb ik gewoon nodig. Ik heb spanning, ik heb sensatie nodig. Het jaar van het leven is voor mij een spannende uitdaging. Ik heb gewoon ook zin om nieuwe mensen te ontmoeten. Ik zal mijn drop missen. Ik ben blij als dadelijk dat ik mijn telefoon niet meer heb. Leven zonder telefoon, dat lijkt me gewoon geweldig. Heerlijk vind ik daar om niks van de buitenwereld te weten. Ik zou met 1 miljoen hoortoestellen kopen voor mezelf. En daarna wil ik mijn schoonmoeder haar wens in vervulling laten gaan. Zij zou heel graag haar dagboeken willen uitgeven. Ik ben Martin, 31 jaar en ik kom uit Utrecht. Ik doe mee aan een jaar van je leven omdat ik... Ja, ik ga dat miljoen winnen. Als ik dat miljoen win, ga ik me sowieso inzetten voor kinderen die gepest worden. Ik ben sociaal. Ik hou ervan om een leuke sfeer, een goede sfeer, open sfeer te creëren. Daarnaast ben ik heel erg communicatief sterk. Ik sta vrij sterk in mijn mening. Ik erger me aan mensen die niet zeggen, in recht in mijn gezicht, wat ze van me vinden of ik mezelf een geboren leider vind. Ik denk op het moment dat er echt structuur nodig is en het gaat alle kanten op, dan pak ik hem graag op. Ik weet niet of ik opensta voor de liefde. Dat hangt er een beetje van op. Strategisch gezien is dat eigenlijk niet heel tactisch. Kijk, een jaar is lang, je weet het natuurlijk nooit. In eerste instantie niet. Ja, wat ik het meeste ga
gemis is toch wel, ik ben gewend om gewoon veel te eten. Ik kan daar dus niet mediteren met muziek, want we hebben daar helemaal niks. Ik hoop uiteindelijk dat daar iemand in het huis ook is die wel heel goed kan mediteren. Zelf ben ik er niet van overtuigd dat ik de meditatie optimaal gebruik die ik aan het doen ben. Dus ja, ik denk dat ik daar als druk persoon best wel veel uit zou kunnen halen. Dus ik hoop dat ik dat daar kan leren. Hi, ik ben Mirte en ik ben 26 jaar oud en ik kom uit Almelo. Ik heb gewoon heel veel zin in die spelletjes. Ja, als ik verlies, dan ga ik denk ik wel schreeuwen. Misschien huilen. Ja, ik word wel een beetje chagrijnig. Ik kan echt niet tegen mensen die smakken. Vind ik gewoon fucking irritant. Ja, ik hou echt niet van onrecht en dat mensen andere mensen gaan wegpesten. Als dat toch gebeurt, dan treed ik op. Ja, het lijkt me heel leuk om misschien een liefde te vinden in het programma. Maar je moet me niet gaan afleiden, want ik ga voor de winst. Mijn doelen in het jaar van je leven is sporten. Ik zou heel graag een 4-pack willen. In een loods lijkt me ook wel leuk om misschien een beetje salsa te dansen met andere deelnemers. Als ik ooit het programma moet verlaten, dan hoop ik dat ik met iedereen gedanst heb. Ik ga meedoen aan een jaar van je leven, omdat ik hou van back to basic life. Ik wil heel graag achterkomen wat ik nou eigenlijk echt wil in het leven. Ik ben heel erg sociaal, ik ben fanatiek, ik hou van spelletjes en ik ben gewoon een doorzetter. Ik ga dit gewoon winnen. Ik ben Ruben, ik ben 22 jaar oud en ik kom uit Uithoorn. Desondanks dat ik een rustige jongen ben, ben ik zeker zelfverzekerd over mijn eigen kunsten. Ik vind het ook heel leuk om bijvoorbeeld mensen aan het lachen te kunnen maken. Soms is het niet handig om gek te doen, maar soms kan ik het ook niet weerstaan. Ik kan zeker heel fanatiek zijn, ja. Ik laat niet graag het kaas van mijn brood afeten. Ik zie het er meest tegenop als ik vroegtijdig naar huis gestuurd word. Ik wil sowieso niet als eerste afvallen. Ik zie zeker een bepaalde kunst in het maken en combineren van woorden. De mooiste zin die ik ooit zelf heb geschreven is: verander met de tijd, voordat de tijd jou verandert. Een van mijn grootste ergernissen is wanneer een persoon verwaand is en die denkt dat hij iets uit kan halen bij het neerhalen van een andere persoon. Ik ben wel een gevoelige jongen. Desondanks dat ik een grote jongen ben, ga ik mijn kleine moedertje nog steeds heel erg missen. Ik hou van je. Mijn doel om mee te doen is om te zorgen dat ik levenslessen kan leren bij het programma. En als ik de gelukkige mag zijn om te winnen, dan wil ik het geld gebruiken om muziek te produceren, zoveel als ik zelf wil. Ik ben Bern, 30 jaar en ik kom uit Zwolle. Mijn grootste valkuil zal waarschijnlijk zijn dat ik best gevoelig ben voor vrouwelijk schoon. Met 1 miljoen zal ik waarschijnlijk iets heel saais doen. Als mijn huis afbetalen en auto kopen. Het meest spectaculaire zal tijdens de loods zelf gebeuren. Eigenschappen die best van pas gaan komen voor mij zijn dat ik ontzettend ambitieus ben. Mijn ontzettende doorzettingsvermogen. Bij mij is het glas altijd half vol. Wat mij ergert aan andere mensen is dat ze niet flexibel zouden kunnen zijn. Ik zie het meest tegenop dat ik een jaar lang geen muziek kan luisteren. Mijn rol in de groep, de leider zijn op de achtergrond. Van het komende jaar verwacht ik dat het een spectaculair jaar gaat worden. Met heel veel uitdagingen en dat ik met die miljoen naar huis toe ga. Mijn naam is JD, ik ben 24 jaar en ik kom uit Schaik. Being alive is being offline. Deze quote is voor mij heel belangrijk omdat ik liever in de echte wereld leef dan via social media, wat voor mij niet altijd even echt is. Ik doe mee aan 1 jaar van je leven omdat ik me even wil afzonderen van de buitenwereld. Ik wil gewoon even leven in het nu en in het echte wereldje. Ik ben sociaal, vrolijk, impulsief aanwezig. Ik ga me ergeren aan mensen die uit de hoogte doen, die zichzelf voorop stellen naast een andere en die niks toevoegen in een groep. Ik word niet snel boos, maar ik vind het wel belangrijk dat iedereen gehoord wordt en dat mensen zich op zijn gemak voelen. Met problemen kan iedereen bij mij terecht en dan luister ik maar al te graag. Ik schrijf heel graag. Ik ga het schrijven van mijn dagelijkse bezigheden heel erg missen. Ik heb een hele grote winnaarsmentaliteit. Ik wil maar al te graag winnen en daar doe ik dan ook alles voor. Met 1 miljoen euro ga ik een busje kopen samen met mijn vriend en deze helemaal ombouwen tot camper en de wereld mee rondreizen. Mijn naam is Imadeddin. Ik kom uit Utrecht. Ik ben 28 jaar oud. Ik hou van lachen gewoon. Ik ben heel grappig. Ik ben soms heel impulsief. Ik ben heel chaotisch. Heel chaotisch. Ik erger mij aan mensen die zeiken. Ik ben gewoon altijd positief. Ik heb het goed voor elkaar hier in Nederland. Ik ga mijn oude leven missen. Muziek draaien, acteren, mijn vriendin, familie, vriendinnen. Dus gewoon alles ga ik missen. Ik wil heel erg dat ik geen muziek mag meer luisteren. Ik doe mee aan het programma, omdat ik een hoge studieschuld heb. 80.000 euro, die wil ik aflossen. Daarnaast wil ik mijn conditie verbeteren. Ik hoop na 1 jaar van mijn leven een professioneel MMA-vechter te worden. Ik hoop dat er mensen die snel gaan vertrekken. Ik wil sowieso niet als de eerste afvallen. Ik ga winnen. Ik ben Max, ik ben 21 jaar en ik woon in Schijndel. Ik wil financieel onafhankelijk worden. Ik ben super betrouwbaar. Mijn vrienden of vriendinnen of familie vertellen vaak alles aan mij en ik hou het dan ook voor me altijd. Ik denk
hoop ik dat ik de vertrouwenspersoon van de loods ga zijn. Mijn valkuilen zijn dat ik best wel snel door iemand heen praat. Daar ga ik aan werken. Mensen vinden mij leuk omdat ik heel spontaan en heel sociaal ben. En ook wel een klein beetje gek ben. Onbewust treed ik best wel op de voorgrond. Ik hoop niet dat het te veel wordt en dat mensen dat gewoon, wel gewoon leuk vinden. Ik ben een winnaar omdat ik altijd mezelf blijf. Ook wel mijn mening klaar heb staan, maar wel altijd voor iedereen het beste voor heb. Ik doe mee aan een jaar van je leven, omdat ik zag het voorbij komen en toen dacht ik, ja, dit is echt een mooie uitdaging. Een keer iets anders, andere mensen ontmoeten. Als ik een miljoen win, dan zou ik de mensen helpen die mij altijd geholpen hebben. Een huis kopen voor mezelf. En verder zou ik naar voedselbanken gaan en mensen helpen die het zwaar hebben. Mijn naam is Jasper Ruberma, ik ben 32 jaar en ik kom uit Hooghalen. Ik doe mee aan een jaar van je leven, omdat ik graag een miljoen euro wil winnen om uiteindelijk wereldkampioen te worden in de ijsspeedway. Ik ben ontzettend fanatiek in spelletjes. Als ik aan een spel begin, geef ik niet op dat ik heb gewonnen. Als ik verlies, dan weet ik niet hoe ik ga reageren. Ik zorg gewoon er altijd voor dat ik niet hoef te verliezen. Verliezen is absoluut geen optie. Hoe ik ga winnen, dat ga je in de loods zien. Het is net een ijsspeedway wedstrijd. Je moet niet de eerste ronde op kop liggen, maar de laatste ronde. Ik ben positief, hardwerkend, sociaal en ik geef niet op. Mijn rol in de groep is een hele positieve rol. Ik zorg dat er saamhorigheid is en ik zal voor iedereen klaar gaan staan. Ik ben een sociale egoïst. Als je goed bent voor jezelf, kun je dat ook voor een ander zijn. Ik sta overal voor open in de loods, dus ook voor de liefde. Go with the flow. Ik hou echt niet van mensen die overal een probleem van maken. Als ik boos ben, wil ik ook wel eens in een andere taal gaan schelden. Spaans, Italiaans, Tsjechisch, Pools, Russisch, Zweeds, Duits. Ik zal in de loods zeker gaan trainen voor mijn sport, fitness en krachttraining en conditie. Ik wil wereldkampioen worden. Ik ben Michano, 42 jaar, kom uit Venray. De kijker gaat me mogen omdat ik toch wel van pranks hou. Ik hou van grappen maken. Het meest kijk ik uit naar de spellen die we gaan spelen. Ik hoop vooral dat we mindgames gaan spelen. Ik ben een sportieve verliezer. Mijn rol binnen de groep is voornamelijk toch wel beginnen met de kat uit de boom te kijken. En dan rustig mijn positie innemen. Uiteindelijk zal ik ergens op de voorgrond staan. Ik ga met verveling om door vooral veel te gaan sporten, goede gesprekken te houden. Wat ik het meest ga missen zijn mijn kids, familie en een paar goede vrienden. Ik doe mee aan dit programma omdat ik heel graag mezelf beter wil leren kennen. En natuurlijk ook nieuwe mensen leren kennen, een beetje in mijn comfortzone stappen. Als ik een miljoen win, dan ga ik investeren in mijn eigen bedrijf. Natuurlijk mijn twee jongens. En familie en een paar vrienden goed zetten. Ik ben Eunice, ik ben 42 jaar oud en ik kom uit Geldrop. Ik ben een pittige dame. Ik ben gewoon super enthousiast. Dus de pittigheid zit vooral in de dingen zoals ik ze uitvoer en doe. Maar ik ben een hartstikke lieve mens. Ik stel me wel open voor de liefde natuurlijk, maar bij mij moet wel een kant-en-klare zijn. Ik heb me opgegeven, want ik zag de mogelijkheid om te groeien, mezelf te vinden. Ja, ik ben heel benieuwd naar de mensen, naar de deelnemers. Waarom doen ze dit? Wat triggert ze om mee te doen aan het programma? Ik ben ook benieuwd niet alleen naar de competitie, maar ook naar de menselijke kant van ons allemaal. Ik kan wel tegen mijn verlies, maar ik ben ook, ik hou van competitie. Ik ben heel competitief. Als ik een miljoen win, dan begin ik mijn eigen organisatie. En dan gaan we mensen helpen om hun leven mooier te maken. Ik heb zoveel in mijn leven waar ik dankbaar voor ben. Het staan zonder bang te zijn of te trillen zoals vroeger was, dat ik onzeker was. Dit maakt me al een winnaar. Mijn naam is Wesley, ik ben 27 jaar oud en ik kom uit Haarlem. Winnen is belangrijker dan meedoen. Ik ben wel iemand die bij spelletjes de grenzen opzoekt, ja. Ik ga voor de winst en daarvoor zal iedereen voor mij aan de kant moeten gaan. Mijn tactiek is om gewoon heel goed te zijn in spelletjes en iedereen goed te laten merken dat er met mij niet zo te zollen valt. Mensen waar ik me aan ga ergeren, die liggen heel snel uit het spel. Ja, ik word heel chagrijnig als ik weinig slaap. Ik heb bijna nooit ruzie. Ik ben altijd vrolijk. Ik ben super sociaal, ik heb een hele open persoonlijkheid en ik geef iedereen altijd een eerlijke kans. Ik denk dat vooral door het enthousiasme en het plezier wat ik breng, dat mensen me daardoor wel gaan mogen. Ik kijk het meeste uit naar gewoon het hele samen zijn met de groep. Ik wil ook alle andere deelnemers kijken of ik ze de freerun wereld kan laten ervaren en misschien zelfs wel een klein beetje van de freerunners mindset kan overdragen aan alle andere deelnemers. Ik doe mee aan een jaar van je leven omdat ik mijn eigen freerun al wil gaan bouwen. Ik ben Berend, ik ben 41 jaar en kom uit Rotterdam. Ik vind mezelf een echte doorzetter in het leven. Opgeven zit er niet in. Mijn valkuil is dat ik te eerlijk en loyaal ben. Ik ben niet conflictvermijdend. Ik zoek ze ook best wel vaak op. Ik ben niet iemand die over zich heen laat lopen. Mijn rol in de groep is dat ik toch veel aanwezig ga zijn.
Een bemiddelaar en ook graag het overzicht houden. Ik ben heel erg belangstellend naar ook mijn medekandidaten. Als zij een leuke hobby hebben of iets doen, bijvoorbeeld met sporten, dan doe ik graag met ze mee om ze te ondersteunen, maar ook voor mezelf. Wat ik niet mag meenemen, maar wel graag zou willen, is mijn spelcomputer. Ik sta open om een nieuwe liefde te ontmoeten. Ik doe mee aan dit programma omdat ik graag organisatorisch wil opbouwen, fit te worden en mentaal sterker worden en uiteindelijk het miljoen wil winnen. Als ik win, dan wil ik graag mijn eigen restaurant openen. Een worst- en schnitzelrestaurant in Rotterdam. En ik wil graag een huis kopen voor mijn moeder. En als ik een relatie zou krijgen, 2 huizen. Ik ben Wanda, ik ben 31 jaar en ik kom uit Haarlem. Ik heb er super veel zin in. Yay! Ik denk dat de kijker mij leuk gaat vinden omdat ik gewoon voor mezelf een vrij gezellig persoon ben. De reden dat ik mee wil doen aan dit programma is gewoon omdat ik een beetje gek word van de negativiteit de laatste tijd. Ik irriteer me voornamelijk aan mensen die echt veel geluid produceren. Mensen die alles beter weten, daar hou ik ook echt niet van. Mijn fanatieke kant uit zich voornamelijk in het spelen van spelletjes. Hoe verder in het spel, hoe feller ik word. Ik ga winnen! Ik denk dat ik een winnaar ben omdat ik gewoon heel goed ben in de omgang met mensen. Mensen mogen altijd alles bij mij kwijt. Het voorwerp waar ik het meeste ga missen is eigenlijk alles waar muziek uitkomt. Maar verveling, dat ken ik niet echt. Als ik een miljoen win, dan ga ik sowieso met mijn vriend echt een flinke reis maken, het liefst door Amerika. Ik kijk het meeste uit naar het avontuur om eigenlijk op mijn eigen benen te staan en met elkaar te moeten leven zonder invloeden van buitenaf. Daar kijk ik gewoon het allermeeste naar uit. Hallo, ik ben Erik, ik ben 47 jaar oud en ik kom uit Waarder. Mijn grootste valkuil is misschien wel mijn grootste kwaliteit ook. Ik kan ontzettend goed mezelf overschatten. Wat mij een winnaar maakt, dat is dat ik best wel redelijk goed ben in mij aanpassen aan nieuwe situaties. Ik schat meestal de situatie wel vrij aardig in. Ik ben lekker sociaal, ik ben creatief. Andermans eigenschappen waar ik misschien wat minder goed mee om kan gaan, is als mensen niet helemaal oprecht zijn. Mensen lopen te konkelen, het spel gewoon niet spelen zoals het gespeeld moet worden. Mijn rol in de groep is denk ik wel iemand bij wie iedereen terecht kan. Maar ja, afhankelijk van hoe het spel zich gaat ontwikkelen, kan ik mijn rol best aanpassen. Met 1 miljoen euro zou ik eigenlijk de rest van mijn leven niet meer een noodzaak hebben om te moeten werken. Maar ik heb in ieder geval ook plan om een beetje rond te reizen en mogelijk ook andere mensen te helpen die ergens met een duurzaamheidsproject of iets dergelijks zijn. Ik ben Wendy, ik ben 39 jaar en ik kom uit Den Haag. Ik zie het meest op tegen stinkende mensen. Ik kan wel spittig uit de hoek komen en ik heb, meestal zeg ik wel wat ik denk. Iets te snel, moet wat meer nadenken. Ik heb geen geduld. Wat ik ga doen met 1 miljoen is een scooter kopen voor mijn zoon, paardrijlessen voor mijn dochter en mijn B&B opzetten op het platteland. Mijn rol in de groep is humor, denk ik zelf. Mijn spontaniteit, gewoon gezelligheid en lol en het feestje. Wat mij op de zenuwen werkt bij mensen is klagende mensen. Mensen die niet doorzetten. Ik zie een jaar van mijn leven voor me als een jaar voor mezelf. Ik wil gewoon een keertje voor mezelf kiezen. Erachter komen wie ik zelf ben. Ik ben Kenzie, ik ben 24 jaar en ik kom uit Alsmeer. In een groep kijk ik eerst de kat uit de boom, maar eigenlijk zodra iets me niet zint of ik ben het ergens niet mee eens, dan kom ik heel fel uit de hoek. Ik kan best wel dominant zijn. In een groep geef ik me meestal op de voorgrond. Ja, ik zie mezelf wel als een leider, ja. Ik irriteer me enorm als mensen lui zijn en gewoon niet doen wat ze moeten doen en andere mensen het werk laten doen en zij ervan profiteren. Ja, ik zou mensen zeker aanspreken op hun gedrag. Of ik zou passief-agressief gaan worden en gewoon niks geven van wat ik doe. Ik kan echt een hele dodelijke blik geven. Ik ben best wel een doordrammer, ook ben ik heel direct. En veel mensen kunnen niet altijd eerlijkheid waarderen. Geen blad voor de mond. Ik denk dat het wel voor een leuke situatie kan zorgen. Ik sta open om eventueel de liefde daar te vinden. Ik val op mannen en op vrouwen. Ik zie het meest op tegen eigenlijk afgezonderd zijn van mijn sociale media. Ik kan echt niet zonder mijn telefoon. Ik ga dit programma sowieso winnen. Ik ben Madeleine. Ik kom uit Leidschendam en ik ben 56 jaar. Wat mij een winnaar maakt, ik heb best wel veel meegemaakt. Ik heb heel veel kracht. De reden waarom ik zo hier sta, heb ik ook alleen maar aan mezelf te danken. Ik ben heel zorgzaam, ik ben heel behulpzaam. En ik ben echt de doorzetter, ik geef ook niet op. Ik doe altijd alles in mijn uppie en ik los alles ook op in mijn eentje. En ik moet leren hulp te vragen aan andere mensen. Misschien dat ik ook wel een tikkeltje een behoorlijk eigenwijs ben. Mijn rol in de groep is zorgen dat de lieve vrede in de groep bewaard wordt. Als mensen problemen hebben, kunnen ze altijd naar me toe komen. Waarom mensen me leuk gaan vinden is omdat ik in eerste instantie wil ik het gezellig hebben in het huis. Daar zal ik echt mijn best voor gaan doen. Ik kan ook best wel gek doen. Dansen, ik ga
grapjes maken, ben gek op humor. Ik heb nog nooit van mijn leven gesport. In de loods wil ik lekker flink gaan sporten. Ik rook nu 10 sigaretten per dag en ik ga in dat huis ga ik stoppen. Nooit meer roken. Ik doe mee aan dit programma voor de uitdaging en voor de miljoen. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Ik ben zo gek als een deur, omdat ik vaak moet lachen of dansen op momenten wanneer het niet zo handig is. Mijn valkuilen zijn dat ik koppig ben, soms omdat ik kort door de bocht kan komen. Ik zit echt het meest op tegen als er misschien iets ongemakkelijks gebeurt en dat dan voor altijd op het internet staat. In een jaar van je leven hoop ik nieuwe vriendschappen te vinden voor het leven. Ik denk dat ik op hele zielige momenten een soort van lichtpuntje kan zijn. Ik zou anderen graag willen meegeven dat als een super toffe kans op je pad komt, dat je hem echt zeker weten met beide handen moet vastgrijpen. Als ik een jaar van je leven zou winnen, dan zou ik heel graag een deel van het geld willen doneren of in ieder geval investeren in scholen, in vakken zoals seksuele voorlichting en mindfulness. En ik zou het ook wel heel tof vinden als ik een huis kon kopen. Ik doe mee aan een jaar van je leven omdat ik dit een hele toffe kans vind. En er zijn 100 redenen om het niet te doen en 1 miljoen om het wel te doen. Ik ben Bert, ik ben 59 jaar en ik kom uit Almere. Als oud-controller bij een bank wil ik ook controle houden over deze pot, want niemand komt aan mijn miljoen. Ik ben absoluut geen slechte verliezer, maar ik wil wel winnen. Ik ga winnen omdat dit het eindpunt is van wat er in de afgelopen jaren in mijn leven gebeurd is. Wat mij op moeilijke momenten op de been gaat houden zijn 3 getallen. 27, 19 en 83. Ik ga nu nog niet vertellen waarom. Denk daar maar eens over na. Ik hoop dat de groep heel divers is. Jonge mensen, oude mensen, van alles wat. Dat lijkt me fantastisch. Ik hou er wel van om de leiding te pakken. Ik ben zorgzaam, sociaal. Ik ben soms te ongeduldig, maar bovenal perfectionistisch. Ik zie het komende jaar voor me als 1 grote uitdaging en een fantastische ervaring die eigenlijk iedereen mee zou moeten maken. Ik kijk het meest uit naar dag 1 dat we eindelijk kunnen beginnen. Dit is echt een ervaring van once in a lifetime. Ik doe mee omdat ik 23 ben en nog steeds vet stuurloos. Mijn valkuil is dat mijn IQ me af en toe in de steek laat. Jullie gaan me leuk vinden omdat ik barst van de energie. Bij mij is ook niks te gek. Als ik een spel verlies, dan kan ik best een kattig meisje worden. Wat mij een winnaar maakt, is dat ik mijn mind altijd onder controle ga hebben. Met de 1 miljoen euro zou ik graag een busje willen kopen. Die zou ik willen omtogen tot woonkamer. En daarmee zou ik heel de wereld willen rondrijden. Ik verwacht van het programma dat het mentaal heel erg zwaar gaat worden, maar ook fysiek. Ik hoop dat de groep waar ik in kom super divers is, met eigenlijk heel veel ervaring, zodat ik daar alleen maar meer van kan leren. Ik weet zeker dat er heel veel mooie vriendschappen voort kunnen komen. En waarvan je terug kan kijken op een super vette tijd. We'll be right back.